Ja, hallo allemaal, dit is Bjorn, oftewel Bliefjes, en welkom bij een probeerseltje. En dat probeerseltje, dat heet Railroad. Railroad, daardoor ben je zeg maar je eigen treindienstleider. En ik heb onder andere Martijn en wat andere mensen over dit spel gehoord. En het schijnt een heel leuk spel te zijn. En ik wou het toch een keertje proberen. Je doel in dit spel is dus je eigen... je bent dus zelf een treindienstleider. Dus we gaan even kijken hoe of wat. We gaan eerst de tutorial volgen namelijk. Eens even kijken wat dit is. Oh, hello. You must be my replacement. I'm Josik. I've been the dispatcher here for over 30 years now. And I'll be training you today. It's good to meet you. Ja. This is the dispatch interface. Oh, don't worry. We're not very busy at the moment. We've got plenty of time to practice. Oh dear. Why don't we try moving around our view a bit to start? Hold the mouse button to move the screen, or, if you prefer, you can use the arrow keys. Oh, the arrow keys. Okay. Great! Now, try scrolling the mouse wheel to zoom. Haha, you're a natural. Oh ja, dit is wel vrij basic. Gewoon de scrollen om eruit te zoomen en... Now, how about we get a bit more comfortable with the interface? Nou, helemaal goed. There are a few different things that we need to learn about. First up, we have the switches. These allow us to direct the train's route and decide which track they'll follow. That makes sense. Great. Oh yeah. Now we'll move on to the signals. These signals instruct the train to either proceed or halt, depending on which way they're flipped. Wonderful. Notice that the signal has turned green. This means that it's set to proceed. Trains will be able to run through it. Let's right-click it to set it back to stop again. Great right-click. Job. Okay. As a dispatcher, you'll be responsible for routing trains to specific locations, so we should get familiar with some of the routes you'll be using. Let's start by making a route from Davidsa, Platform 2, to Bubny, Platform 2. We'll start by setting the switches so that the train can safely pass them. Remember, if a switch isn't set correctly, you'll be given a penalty. Oh, dat is fijn. Oké, dus de wissels moeten goed staan. Great. Now that the switches are set, you can flip the signal. Excellent. Now that the route is set, a train could run through and reach its destination. We'll try setting another route in a second, but first, we need to close the current route. Flip the signal to halt. This will make the track available for other trains again. Normally, a train would automatically reset the signal when it passes by, but for now, we can do it manually. Oh, let's right-click it to set it back to stop again. Great job! Looks like you know what you're doing. Let's see if you can create a route on your own. Try making a route from Bubny Platform 2 to Docks Platform 1. And remember, switches first, then signals. From Bubny. Dit is toch... Even kijken naar Docks 1. Oh, dit, okay, dit is Bubny. Okay, ja. Dus betekent dit naar Docks Platform 1. Dus dat betekent dat we dan deze op Wonderful. Groen moeten. Let's clear check. This route and get started with some actual trains. Let's right click it to set it back to stop again. Great job. Prima. Well, you've certainly got the hang of that. The trains will start coming soon. I'm off to get a coffee and then we'll start for real. Oh, I love a good coffee. Warms the bones. Nou, de eerste trein gaan we doen. Ik ben benieuwd wat het kan worden eigenlijk. Oh, what's that? Sounds like we've got a train approaching. We'd better get back to work. Oh, look! Davidsa station has a circular train icon above it. That means that there's a train waiting to arrive. We better wave it through. Left click on the... Looks like train commuter 1011 is waiting to arrive. Take a look at our central panel down below. According to its schedule, it's looking to arrive at Platform 2. Now that we've selected the train icon, all we have to do to accept the train is to click on one of the station's platforms. Even kijken, ja, hier is Let's left-click the highlighted track. Okay. Right, here it comes. Sometimes these trains take so long to arrive, I take a nap whilst I wait for them. Jeetje, well, ja. Feel free to pass the time any way you like. No use sitting here doing nothing. Wait for the train arrival. Okay, dus de trein die komt nu aan. Op dit perron, of het is station nummer 2, op perron nummer 2. En hij gaat dan waarschijnlijk naar Bubby, dus hij gaat dan hier naartoe. Naar perron nummer 2, als ik het you goed heb gezien. See that switch down the line? We better change its route. Or... Good work.
Now we've got to signal to the train that it's safe to move. Great! That'll let the train know that it's safe to set off. Once it's past it, the signal will go back to causing trains to halt. We'll just wait for the train to depart now. It shouldn't be long. Nee, precies, want er staat namelijk dat hij om 8:04... is hij volgens mij gescheduled om weg te gaan, maar je kunt volgens mij... Oh, look! The train just started moving. Je kunt het doorspoelen. Its scheduled departure time must have passed already. Now we wait for the train to arrive in Bubny. As I said, feel free to take a quick power nap. I know I will. Nou, je kunt hem ook gelukkig doorspoelen. Zo, oh, look! The tracks turned red. That means that it's occupied. Ja, dat klopt. Want wij zitten er gelukkig op. Time to teach you about reversing. Sometimes we'll need to send the train back the way it came. That's where the reverse button comes in. Okay. Oh, I nearly forgot. Make sure you flip the switch. Now we can signal for the train to proceed. Okay. We'll just wait for the train to depart now. It shouldn't be long. Oh, look! The train just started moving. Its scheduled departure time must have passed already. Let's hope it's not late. You won't believe how many late trains I've had over the years. Oh, they just give me a small fine, but nothing I can't handle. Nou, ik spoel hem even weer door. Want dat kijkt wat prettiger namelijk. Fantastic job. You know, I think you're ready to wear one of these now. Your very own pocket watch. You can pin it to your uniform. I got this when I first started as a conductor a long, long time ago. Try it on. Wow, that really suits you, huh? Reminds me of myself when I was younger. Okay. No. De vraag alleen is, what next? Well, I think it's time to see how well I've taught you. I'm going to let you try dispatching 4 trains on your own now. And you've got to make sure that they're all on time. Don't worry, I'm sure you'll be great. Check the timetable to see the incoming trains. Oh ja, dat is deze. Even kijken, found out the incoming train's time, be ready. Even kijken, deze komt eerst binnen op spoor nummer 2 schijnbaar. Die moet naar Bugsby en weer terug. Dus komt er 1 keer in het uur binnen, dat geloof ik niet. Ik vraag me eerlijk af waar ik op moet klikken dan. Find out the incoming train time. Nou, deze komt voor mij als eerste binnen dan, denk ik. En die moet eigenlijk weer heen en terug zoals we net ook gedaan hebben. Dat zijn ze allemaal eigenlijk. Oké. Deze moet naar Docks. Here's the first train. Make sure to keep an eye on its schedule to see where it's headed and when it's leaving. Nou, hij moet naar perron 2. Dat is deze. En hij gaat naar Bugsby, spoor 2. Dus we gaan de wissels goed zetten. Zodat hij naar spoor 2 kan. Zo. En die gaat dan nu weg. En deze moet zometeen ook weer terug trouwens naar hetzelfde spoor 1. Dus dit moet weer terug. Zo. Oh. If you want to set the signal to halt, use right click. Zo, nou kan hij weer terug naar het juiste station. Remember, the trains don't reverse automatically. You'll have to instruct it to yourself. You'll be able to automate this later, though.
Ik had hem inderdaad op reverse moeten zetten, was ik alleen nog even vergeten. Dat moet ik even goed blijven onthouden inderdaad. Dat ik hem op automate moet hebben laten staan. Nice work! I knew you were a natural. That's the first one finished. Now on to the rest. Nou, mooi. Deze trein is als eerste upcoming dan. Die gaat van hier spoor 2 naar Docks 1 moeten. Dus die moet hier naar boven heen. Dat is ook wel een speciaal. Dat is een cargo train. Dus daar staat Freight voor, denk ik. Dus dat zal dat wel zijn. Another incoming train? Make sure you handle it on time. Ja, zeker. Die gaat naar Docks. Like the train's heading for the docks. En je moet naar Docks 1. We could take the Boobney route, dus... but that takes a while. Why don't we build a shortcut? See that highlighted button? That's the construction menu. Go ahead and click it. Okay. Great. Now click the highlighted cell on our map. That will place the start of our new track. Perfect. Now we can place the rest. Click the new highlighted cell. This is excellent job. That'll make the trip to the docks much quicker. Close the construction menu by clicking the panel again or by pressing the escape key. Perfect. Now you can use that route for the next train. I'm going to step out and stretch my legs a bit. Don't worry, I'll be back when you're done dispatching all of the trains. Good luck. Zo, nu kan hij rechtstreeks naar Docks 1. Dat is in ieder geval wat hij wil. Zo. Heel mooi. En dan moeten wij nu wachten op de volgende. Dat is deze. Die stopt ook op spoor 2. En die moet naar deze spoor. Oh, haal even binnen. Spoor 2. En deze moet dan hier naartoe. Om voor ons hier naar spoor 2 te kunnen. En hij moet ook weer terug. En dan moeten we niet vergeten om op reverse te drukken. Want deze grappen maken, die moet straks weer terug. Zo. Reverse. En dan moet hij naar spoor 1. Dit is niet waar trouwens. Ik moet lezen. Hij moet naar spoor... nee wel of niet? Ja, toch wel. Naar spoor 1. Zo. Die is ook goed. Mooi. Dan komt er straks weer zo'n vrachttrein komt eraan. Dat is deze. Die moet binnenkomen op spoor nummer 2. En die gaat dan weer direct naar Docks. Dus die klikken we dan even aan zo. Dan kan die zometeen direct door naar Docks. Nou ja, Docks heeft nog maar één platform, dus dat maakt dan wel een stuk makkelijker. Oh, I really needed that stretch. Sitting for a long time does not agree with me. You did fantastically on the trains. Excellent job. Now we've got the hang of things, we don't want to get bored, do we? I think it's time to ramp up the traffic a bit. And we can do that by accepting some contracts. Perhaps one from Dvitse to Bubny and back. Just to keep things simple. I'll let you know when we're ready. But for now, you should keep an eye on the timetable down right. Try to see when our current trains are arriving and departing. That way you'll be better prepared to take on new contracts. Okay. Ja, ik heb inderdaad tot hier, totdat de volgende trein aankomt. Die komt in ieder geval op spoor 2 binnen. Oké, dan gaan we gewoon even wat vooruit spoelen weer. Zo. Wait for a window in a timetable where the contract fits. Die moet op spoor 2 binnenkomen. En die moet naar die Bugsby spoor 2. Zo. En die vertrekt nu. En die moet straks dan wel weer reversen.
reverse. En die moet nu naar spoor 1. Dit is op zich wel prima te doen eigenlijk. Nog wel. Now it's a perfect time, and it looks like you've been offered a new contract. Oh, this looks good. Back in my day, we didn't earn half this much. We should accept it. It's not too difficult. Good work. Now that you've accepted it, it's time for the trial train. This train will determine how fast your route is, and how much you'll be paid for it. So make it count. Okay. Stops for 1 minute. Nou, dan moet op spoor 2. En die gaat naar... we moeten gewoon naar Bumdy heen, zeg maar. Dus dan kan ik deze wel weer goed zetten, want deze is er toch al aan voorbij. En waarschijnlijk moet hij gewoon... Het maakt niet uit welk spoor het is volgens mij, dus hij kan op zich al gaan. Zo. Oh, and a note on contracts for the future. Remember, you should only accept the ones you like the look of. No need to take too many, or any at all if you'll get overwhelmed. Oh. En deze moet naar Docks 1. Dat kan wel, maar dan moet eerst hij voorbij zijn, voordat hij verder kan. Look at that, the train's at Bubny already. Remember the platforms that the train runs along. All future instances of that train will need to use the same route. Deze moet weer terug. Dus die moet... Ah, hij moest reversen. Even kijken. Ik kan net zo goed eventjes trouwens daar naartoe laten gaan eigenlijk. Ah, reverse. Thank you. Oh. Die moet komen weer naar spoor 2. En die moet weer verder naar deze. Voor mij staat hem al. Ja. Phew, that was quick. Don't worry if you're not happy with the contract. You can always reject it or optimize the route later on. Oh, ik heb het goed gedaan, schijnbaar. Accept or decline the new contract. Wonderful. That train will be running every 60 minutes from now on, so be sure to watch out for it. Okay, nou, lachen. Now that we're so busy, we don't want to be having to manually accept all those trains, do we? How about we automate the process to make our life a little easier? Mm-hmm. We should start by automatically accepting... Perfect! There are lots of upgrades here for the future. But for now, we're looking for the auto-accept trains upgrade. There are 4 different types of upgrades. Contract, automation, control, and interface upgrades. Okay, automation. Auto-accept trains. Great! Here's the one we're looking for. The upgrades take 5 upgrade points to unlock. We'll earn 1 upgrade point each time we dispatch a train on time, so better make sure we don't run late. Okay. Nice work. That's our first upgrade. Hopefully there's many more to come. Now, let's take a look at how it works. Yeah, laten we het doen. Look at that. A button's been added. Turning this on will let us automatically accept trains arriving at this station. Perfect. This button will be available in every one of our stations. Remember, it's activated by default, so feel free to uncheck it when you need to. Okay. Prima dan, I guess. Wat moet deze train ook weer doen? Deze gaat zometeen terug. Moet reversen. En die mag ook weer gaan.
Even kijken, deze moet naar docks 1. Dat gaan we dan even doen. Zo, ga je gang, vriend. Even kijken, wat komt er zo meteen nog meer? Dit is de eerstvolgende. 9 uur 40. Oh, 9 uur 35. Dit is de volgende. Die moet van spoor 2 naar Bugsby 2 heen. Dus ik zet deze vast even klaar. Ah, the church bells. They remind me of my time at Wakefield. That was a long, long time ago now. If I close my eyes, I can still hear the sound of the cathedral tolling. It always used to wake me up. You know, I've been working on a project for a while now. I've been to a lot of places in my time. Oh yes, more than I can count. But I don't want to forget any of them. So I've been making them into maps. Little games to play. And I've just finished recreating Wakefield. Would you like to play it? It shouldn't take long. It's only a short one. I'd love to show it to you. I've even included the old cathedral bells. Would you like to try the timetable mode? Note that you are going to leave this endless map, but the progress you'll be safe to use so we can load it anytime you want. Okay. Wonderful. It's quite simple, really. There's a set number of trains for you to dispatch, and the goal is to get the highest score possible. Take it slow and see how well you do. Here we are. Remember, the goal of this map is to get the highest score possible, so try to make sure that all of the trains run on time. Take it slow and have fun. Okay. Sportsmail spoor 1 gaat naar Wakefield spoor 3. Dat is daar. Ik hoef hem volgens mij niet te reversen, maar ik mag wel zijn baan alvast. En dan gaat hij daarna gaat hij naar terug naar Portsmail spoor 3. Dus dat kan heel mooi. Op die manier kan dat. Even kijken. Dit zal dan waarschijnlijk. Ja, hij mag nu vertrekken, toch? Ja, hij gaat over 30 seconden vertrekken, als het goed is. Here's another one. Make sure you don't keep them waiting. Hij moet. En waar gaat hij naartoe? Wakefield 1. Dus die even omzetten. Dan kan hij daar al naartoe gaan. Oh, nee. Niet doen. Zo. Hoppakee. Hij gaat naar Wakefield 1. En dan gaat hij ook weer terug. Dus ze gaan heen. Ze gaan beide heen en weer. Oké. Okay. Deze moet eens daar aankomen, inderdaad. En dan. Deze gaat op Portsmail nummertje 1. Voor hem. Hij gaat zometeen weer terug. Dus hij moet reversen. En dan mag hij inderdaad naar Portsmail dingetje 2. En wat moet hij? Hij moet naar Wakefield nummer 2. Dus dan doen we die zo. En dan mag hij ook door. En hij gaat, daarna gaat hij naar West Arrol. Dus dat is rechtdoor. Maar hij moet nog even wachten, want. Die grappen maken in ieder geval zometeen. Even doorspoelen. We moeten nu wachten, want eerst gaat deze voor. Zo, dan kunnen we die omzetten en nu heeft hij groen. Poortsmail, waar komt hij op? Spoor 1. Waar moet deze? Deze moet ook zo meteen terug. Dus hij moet reversen. Wie gaat trouwens als eerste weg van hun? Hij gaat om 8 uur 7, hij 8 uur 6. Oké, dat maakt dan, komt goed. En hij moet naar Wakefield nummertje 3. Dus dat is deze. Die staat alvast klaar voor hem. Oké, nu gaat hij als eerste. Ik wacht dat hij die wissel voorbij is. En dan kan ik deze ook terug doen. En dan heeft hij ook wat mij betreft groen zijn. Dan kan hij de zometeen vlak achteraan rijden. Oké, er komt verder nog geen trein binnen zo te zien. Nee, nog niet. Wow, I really didn't see that when it was so fast. Good job. Ja, geen probleem, denk ik.
Deze gaat nu naar Wakefield 3 inderdaad. En hij gaat nu terug naar West Errol. Gaat hij naar terug. Dat klopt. En hij gaat van... gaat hij naar Portfield 2. Hij is op zijn eindbestemming. Hij gaat zo meteen wegrijden. Oké. Okay. Dus dan gaat hij... Gaat dan hierop staan. Die wisselt dan vast om. Hij moet strakjes moet hij... Oh, chips. Ik wou dat zeggen. Deze. Die moet straks gaan... Ja. Die moet inderdaad gaan reversen. En die krijgt voor mij wat betreft al groen zijn om naar... Spoor 2 te gaan. Zometeen. Oké. Okay. Oh, how I miss this place. This was one of my first ever posts as a dispatcher, you know. I'd always get a hot chocolate at the bakery on the way to work. Good times. That's it. You've done it. And a great job you've done, too. That's a good score. I guess we better get back to work now, huh? 99%, ja. Oké, ik ben benieuwd waar ik dat ene heb. Ben er waarvoor? Breaking at signal? Mocht dat niet dan? Oké. Nou, we zijn nu weer terug bij het eerste stuk in ieder geval, wat mij dan weer bekend is. Okay, back to Prague again, and back to business. Now, where were we? Nou, er komt zo meteen weer een trein binnen, zover ik weet. In ieder geval. Daar dus. Even kijken, deze gaat naar... Die is er al eigenlijk al. Wat mij betreft al groen zijn namelijk. Zo. En die moet strakjes reversen om weer terug te kunnen gaan naar spoor 1. Reverse. Die. Dan kan die zo meteen naar spoor 1. Of hoeveel minuten vertrekt dat ding eigenlijk? Om 40 vertrekt hij. Met 30 seconden vertrekt hij als het goed is. Er komt hier zo meteen ook weer een trein als het goed is. Wanneer we op auto-accept staan, hè? Er komt zo meteen ook iets van een vrachttrein, als het goed is. Ja, die komt hier binnen op spoor 2. Even kijken, waar wil die vrachttrein naartoe? Die wil naar docks nummer 1. Nou, dan doen we dat voor hem. Gaat u maar door. Kun je mooi naar docks 1. I wonder who that could be. I better check. Yes? Is that so? Oh, certainly. I'll be there right away. Well, I'm sorry to say that I'll be leaving you for now. Oh, don't worry, I'll be back. Turns out that the bosses need me elsewhere. Something about developer resources and the next patch. I'll be as quick as I can. There is so much to do, but you need to take a look on your own. Remember everything that I've taught you, and above all, have fun. Yo, hey, hey. Even kijken, welkom. It's up to you now. Het is dus nu aan mijzelf. Even kijken. Build up the traffic by accepting the contracts. Don't worry, we already accepted a few to provide your easy start. Contracts will be provided to you traffic. Accept them wisely and form your traffic with them. You'll feel comfortable. Buy new platforms and expand to new stations and other... Okay. Decline contracts you don't want to run. It's part of the game. Okay. Duidelijk. Dus je hoeft niet per se alle contracten te pakken die je wil pakken eigenlijk. Dat is in ieder geval wel goed om te weten. Dus ja, dat is inderdaad fijn, fijn dat dat in ieder geval rond is.
Nou, laten we eens eventjes kijken tot het de eerste volgende trein in ieder geval weer binnenkomt. Zoals je kunt zien, er zijn hier wel twee vlak achter elkaar in ieder geval. Maar dat zal waarschijnlijk omdat ze elkaar kruisen, I guess. Dus, deze bad boy wil naar spoor nummer 2 van deze. Dus die kunnen we daar direct heen gooien. Zo dus. Die gaat dan daar naartoe. En die moet dan ook zometeen weer gaan reversen. Reverse. En dan moet hij terug naar spoor 1. Dus naar weer die. Dus dan kan die weer op groen. En dan komt ongeveer tegelijkertijd, als die grappenmaker hier binnenkomt, dan komen er ook twee andere treinen binnen. Precies daar. Deze moet weer naar 2. Dus die mag voor mij betreft al vertrekken. En vlak daarachter komt dan een cargo train. Die moet wel even wachten. Die kan er niet direct door. Want ik kan de wissel nog niet omzetten. Nu wel. Dus deze kan naar Docks 1 inderdaad. En deze moet zometeen weer terug naar nummertje 1. Maar dat kan pas als hij hier aan voorbij is. Wel even reverse zeggen trouwens. Zo. Nou, sorry vriend, je moet wel even wachten totdat hij hier in ieder geval aan voorbij is, die freight train. Zo. En nou kan hij vertrekken wat mij betreft. Dat was wel heel close by the way. Nee, dat was nog niet. Niet. Want nu kun je vertrekken. Hij moest naar spoor 1. Je zou het haast vergeten dat hij naar spoor 1 moest. Cool. Oh, de volgende commuter komt alweer binnen. Die moet naar spoortje 2. Geef hem alvast even veilig. En hij returnt dan weer op dezelfde plek naar spoortje 1. Oké. Nou, er komt zo meteen weer meer bende aan. Maar dat hoeven we ons nog niet heel erg druk om te maken. Reverse. Oh, treintje. Zo. Naar spoor 1. Dus dat gaat zo een beetje eigenlijk heen en weer. En er komt zo meteen een vrachttrein binnen. Die moet zeer waarschijnlijk naar Docks. Dus die geeft alvast groen sein, terwijl we de sporen nu net hebben groen gelegd. Ja, zie je, die gaat naar Docks. Die kan zo doorgaan als hij wil. En dan krijgen we daarna die eentje weer die heen en weer gaat. Dus dan leggen we de wissels alvast goed. Kijk, hier, je kunt hier dus al een klein beetje op inspelen wat dat betreft. Dus dat is goed. En hiermee krijg je dus ook dat geld elke keer binnen. Dus als je een beetje de verbanden aan elkaar legt van hoe en wat je moet doen. Nou, reverse. En dan die daar naartoe. Geef dan vast groen. Dus dit is een beetje het idee van het spel in ieder geval. Van hoe je het ongeveer zou moeten. En dan kunnen we deze alvast omzetten. Omdat als het goed is komt er zometeen een vrachttrein. Dat is deze. Die moet naar Docks. Dus die kunnen alvast toegang geven tot Docks. En na die trein komt weer eentje die heen en weer gaat. En wel twee. Er komen dan twee achter elkaar trouwens. Dus even kijken. Die zetten we alvast dan daarheen. Dus de eerstvolgende trein. Die kan alvast die kant op. Kijk, nu is het overzicht nog wel te houden. Maar ik kan me voorstellen dat het nog eens veel drukker kan worden overal. We krijgen zo meteen te maken met een kruising. Dus zetten we deze wissel alvast even om. Dan kan hij reversen. Zo. Naar spoor 1. En dan krijgen we nu twee dingen kort achter elkaar. Oké. Nou komt hij er dus aan. Hij moet in eerste instantie ook daar naartoe. We geven hem alvast groen. Hij kan dan vertrekken. Ik geef hem nog geen groen, denk ik. Dat kan allemaal nooit niet goed gaan, dat ik hem nu groen geef. Zo. Nu wel. Even naar die heen. Die moet op reverse staan.
Die zetten we alvast om. Deze kan ik nog niet omzetten. Nu wel. Hoppakee, nu wij groen. Ga het weer naar spoor 1. En ga zo maar door. Oké, waar gaan ze nu ook weer van? Wat kun je hier ook allemaal weer doen? We kunnen wel even op pauze zetten, bedo. Je kunt change track speed kun je doen. Ik weet niet precies hoe dat zit. Dus ja, het is op zich wel een... het is allemaal 40 km per uur track. Dit heb ik nog niet geunlocked. Je kunt dingen kopen. Dus dat betekent dat je meer perrons kunt kopen. Ik kan bijvoorbeeld een deze perronnen kopen. Dit zijn nog allemaal gelokt. Even kijken, ik ben benieuwd wat er gebeurt als je zeg maar zo'n beu voor 15... Oké. Dat kan, maar het lijkt me dat je dan ook deze zou moeten aansluiten natuurlijk op het spoornet lijkt mij. Oh wauw, dan krijg je bijzondere dingen van. Nou ja, je kunt zo wel alle kanten op in ieder geval, behalve het hier naar docks, dat kan we dan weer niet, maar het zou wel kunnen. Dan moet je van hier naar daar nog een spoor hebben, I guess. Voor de zekerheid. Dan... Volgens mij zijn het nu wel switches geworden, dacht ik. Even kijken, als ik dit even weghaal. Ja, het zijn allemaal switches. Dus je kunt van hier naar daar, van hier naar daar, van hier naar daar. Dus je kunt nu wel een beetje alle kanten op met de spoor. Dus stel je voor dat hier iemand komt die naar docks heen zou willen gaan. Dan zal dat wel kunnen. Dat zal eventueel wel kunnen in ieder geval. Oké, nou het is in ieder geval wel een leuk en bijzonder spel moet ik zeggen. Ik laat het eventjes hierbij. Ik ben wel even benieuwd naar wat jullie vinden van dit spel. Als jullie denken van nou, wij vinden dit op zich wel een leuk spel om te zien. Wij willen hier wel meer van zien. Dan wil ik gerust nog een keer een aflevering ervan maken. Als je zegt van, nou, nee, het is op zich, ik hou denk ik hier niet mijn aandacht bij dan. Het was een probeerseltje. Dus mocht je hem leuk vonden, doe even een blauwe duimpje omhoog. Als tevens een leuke comment van, ze willen het de volgende keer nog weer doen, ja of nee. In ieder geval bedankt voor het kijken allemaal. Tot de volgende video. Tot ziens. Dag.